Ja, een hele goede avond vanuit een regenachtig Almelo. Stadion Erve Azito voor de vanavond te spelen oefenwedstrijd tussen Heracles Almelo en Telstar. Leuke steek van de water dan weg in de 16. Voorzet, legt hem terug op Delano Burgzorg. Is dat Hens? Nee. Dat is de tweede instantie nog voor Adriaan Zeuken, maar daar zat de keeper Trevor Doornbus goed tussen. En dus is de eerste kans voor de Heracliden. Er volgt een corner. Voorzet van der Water. Tim Reuks kan inkoppen tegen de paal. En een stukje hand. En dus is daar al. We zijn in de derde minuut en er is al meteen een penalty voor Heracles. Goed aangesneden corner, denk ik, van Sylvester van der Water. En zelfs een rode kaart voor Telstar. Dat is wel een opvallende beslissing, op zijn zachtst gezegd. Om nou in een oefenwedstrijd een rode kaart te gaan geven, heeft denk ik geen van beide ploegen wat aan. Maar goed, het zal arbitrair de juiste beslissing zijn. Als de hand daadwerkelijk op de plek is geweest waar die was, dan is het gewoon spelbederf. Terwijl de penalty door Adriaan Zeuken wordt benut en het dus 1-0 staat hier in Almelo. Nogmaals, misschien een discutabele beslissing. Maar goed, een penalty is het en deze wordt foutloos benut door Adriaan Zeuken. Keeper Doornbus kansloos. Mats Knoester in duel. Bronkhorst, hier Kleiner Plet. Probeert hem in de verre hoek te krullen, maar raakt de bal niet helemaal goed. Daarmee is ook het eerste wapenfeit voor Telstar daar. De opening richting Burgzorg. Een beetje hulp van Jeff Hardeveld is aan Delano Burgzorg. Kan hem breed leggen. En dan is daar Vloed. Oh. Die mag wel hangen. Terwijl hier de kans is natuurlijk aan de linkerkant. Opnieuw Jeff Hardeveld legt hem neer voor Adriaan Zeuken. En hij krijgt hem niet. In eerste instantie zou je zeggen goed gekiept, maar ik heb nog niet echt het idee dat die bal van Adriaan Zeuken heel erg in de hoek was. Terwijl Kleine Plet hier voorbij Tim Breukers gaat. Maar die bal die rolt op het natte kunstgras door in de handen van Koen Bukker. Die ook meteen weer de bal meegeeft aan diezelfde Breukers. Slim balletje van de Water. Kijk eens, nog zo'n mooi balletje. Die bal blijft een beetje hangen. En Delano Burgzorg met zijn linker, de voor hem verkeerde been eigenlijk. Koen Bukker stompt de bal weg. Verre ingooi was dat van Telstar. Het zijn met een krul op de paal. Schitterend schot. Van de proefspeler dus van Norwich. Met de corner van de Water. Het hakje van Kio. En die gaat voorlangs de goal van Doornbus. En dan mag Telstar opnieuw gaan bouwen, maar opnieuw is de druk van de Heracles goed. En is dus hier dus Robin Prupper om opnieuw de bal in Almeloze dienst te houden. Jeff Arderveld, en dat is opnieuw een overtreding voor Telstar. Al met al ziet het in de opbouw wel prima uit in fases voor de Almeloers. Terwijl Rai Vloed hier aan gaat leggen voor een vrije trap van pak en beet, een meter of 25. Krult hem knap richting de verre hoek. Laag, maar een prima redding van Doornbus. Ik denk niet met al te veel moeite, maar zeker een bal die je wel moet hebben. Wordt kort genomen richting Burgzorg. Heeft alle tijd en ruimte. Opnieuw Van der Water hier. Met zijn rechterbeen. Legt hem terug en dan is daar Kio. Die kan af gaan leggen. Prupper die af kan gaan leggen. En dan hangt hij. Hoe hij hem erin krijgt. Is toch een klein wonder te noemen volgens mij via de paal en de lat. Maar ook die tellen gewoon. En dus staat het 2-0 hier in Almelo. Doelpunt dus van Robin Prupper die er zoveel kostelijk om kan gaan lachen. Terwijl hier de kans is voor Telstar, zit Koen Bukker knap bij. Dit was toch wel het eerste echte wapenfeit na de bal op de paal, vroeg in de eerste helft.
van Den Etzet was hier de kans voor Gleiner Plet. Hier goedelt Frank Korpershoek. Ook ingevallen dus, zoals gezegd, bij Telstar. Oh, een foutje van Jasper Schendelaar. En dan is het Van der Water die hem om hem heen probeert te krullen. En dan moeten we wel wezen, herstelt die Schendelaar dat ook wel weer schitterend. Die schopt even over de bal heen. Hardeveld de bal achter de verdediging legt richting Burgzorg. Die snijdt hier goed af. Wordt hij er neergelegd? Jazeker. En dan krijgen we opnieuw een penalty. De overtreding is van Benamar. Milano Burgzorg mag aan gaan treden voor de penalty en doet dat foutloos. En dus staat het 3-0 in Almelo. Helemaal dus Milano Burgzorg die mag aanleggen vanaf 11 meter. En ook hij doet dat foutloos, stuurt keeper Jasper Schendelaar de verkeerde kant op. En dus staat het 3-0 in Almelo. Zien de twee spitsen ditmaal dus bij Telstar. Richeloor Spangers en Marwan El Ouardani. De twee spitsen dus. Vorig jaar natuurlijk bij Telstar nog Reda Krajouche. Krajouche. Zo je wilt. Topscorer met 20 doelpunten. Zijn naam is er nog rondgezuist hier in Almelo. Uiteindelijk vertrok hij deze zomer naar Sparta. En dus leverde de Telstar 20 doelpunten in. Terwijl Adrian Tseuken hier er misschien 4-0 van kan gaan maken. Maar er zit een been tussen. Teun Bijleveld aanlegt voor een lange voorzet. Mooi gekopt door Robin Prupper. Zelt over alles en iedereen heen. Komt over alles en iedereen heen. Robin Prupper wel te staan. De kaart tussen Kio en Burgzorg. Die krult hem wel heel mooi in de verre hoek. Schitterend doelpunt van Delano Burgzorg. En dus staat het 4-0 tussen Heracles en Telstar. Ja, die raakt wel heel lekker. En inmiddels de bal bij Hardeveld. Mooie splijtende paas richting Roat. Roat met ruimte. Roat met het schot. Oh, het scheelt helemaal niet zo heel veel. Goeie actie van Roat Adja. De Almeloer dus. Deze speler dus Marco Rente. Rug nummer 5. Tim Gielissen beschreef hem eerder in Heracles TV als een technisch vaardige verdediger. Met snelheid. Sterk in de duels. En wellicht op den duur dus de nieuwe centrale verdediger bij Heracles. Balletje voorlangs. Terwijl we langzaam richting de laatste 5 minuten gaan. Puur keepende aspect op de lijn. Heeft hij een prima indruk achtergelaten opnieuw vandaag. Als hij dat ook al deed in de uitwedstrijd tegen de Graafschap. Daarmee eindigt deze oefenwedstrijd tussen Heracles en Telstar. In een eigenlijk toch wel ongezonde 4-0 voor de Heraclide. Geen seconde in de problemen gekomen. Zelf aardig wat kansen gecreëerd. Maar dus ook wel een beetje in het zadel geholpen door twee penalties die gegeven werden. Zo wint Heracles dus voor de derde keer in deze voorbereiding. En kunnen ons op gaan maken voor het volgende oefenduel tegen Jong FC Utrecht. En dat alles dus richting de voorbereiding van het aankomende seizoen. Die begint op 13 september tegen ADO Den Haag. Nou Robin, tegenwoordig ook doelpunt te maken dus hè? Ja, gelukkig wel weer eindelijk. Vorig jaar niet gescoord, nee. Dus het wordt weer tijd dat ik af en toe een goaltje meepik, ja. Zat er lekker in? Jawel, maar ik denk persoonlijk, als ik eerlijk mag zijn, dat die in de competitie zou er niet van mij gelden, denk ik. Nee, wat dan? Nee, dat ging via de lat en toen tegen de keeper aan en het ging niet erin. Maar zo ben je ook al een keer te grazen geweest, toch? Met tegen Twente kan ja, je herinneren. Bijvoorbeeld. Ja, die werd ook afgenomen. Dus ik denk dat dit een beetje hetzelfde was. Maar vandaag telde hij voor mij hopelijk.
Neem ons mee met de wedstrijd. Uiteindelijk 4-0 gewonnen, maar het ging best wel een beetje moeizaam, toch? Ik weet niet. We hadden wel beter van het veldspel. Kregen na 2 minuten al die penalty. Ik weet niet hoeveel minuten we hadden, maar het was redelijk snel. Penalty tegen. En normaal gesproken zou dat rood zijn natuurlijk, maar gelukkig was dat nu niet het geval. We hadden wel beter van het veldspel. Wat moeite met kansen creëren, dat wel. Maar ik denk dat we weinig in de problemen zijn gekomen. Uiteindelijk denk ik dat we, als we het een beetje slimmer en beter uitspelen, dat het iets hoger had op kunnen uitlopen. Alleen dat is niet gebeurd, nee. Want dat vooral, denk ik, is daar waar het op dit moment aan ontbreekt, die eindpaas. Tot de 16 ziet het er allemaal echt best wel heel goed uit. Ja, ik denk het wel. Ik vond dat het vandaag voetballend een stuk beter uitzag dan afgelopen week tegen de Graafschap. Dus dat is al een hele pre, dat we dat in ieder geval in zo korte tijd toch ook kunnen, zeg maar, bewerkstelligen. Dus dat is fijn om te zien. Je wil zoveel mogelijk doelpunten maken. Zeker tegen zo'n tegenstander waar het denk ik wel kon vandaag. Is het toch zonde dat je maar 4-0 wint. Misschien had het hoger kunnen uitvallen. Ik ben wel heel tevreden over hoe we gespeeld hebben. En daar mogen we gewoon tevreden mee zijn. Verdedigend stond het weer van huis, hè? Ja, de nul. Daar spelen we op natuurlijk. En dat is belangrijk. Ik denk dat we weinig kansen hebben weggegeven. En zo moeten we als team blijven verdedigen en dan kan het een mooi seizoen worden. Tot slot, je noemde het al even, het rare moment in de derde minuut. Dat is een rode kaart, spelbederf, zo simpel is het, dat is de regel. Ja. Heb je het vaker meegemaakt in een oefenwedstrijd dat dan met elkaar overlegd wordt? Want dat was volgens mij het geval toch, van wat gaan we doen? 11 tegen 11, 11 tegen 10? Ja, ik kwam denk 2 jaar geleden, speelde tegen Fiorentina of zo. Met Reuven Niemeyer die ook rood kreeg. En die mocht er na een paar minuten ook weer in, omdat het is toch gewoon voorbereiding. We willen 11 tegen 11 spelen om toch de fysieke krachten te meten, zeg maar. Dus ik ben blij dat de scheidsrechter uiteindelijk overstag ging om 11 tegen 11 door te laten gaan. Ja. Sylvester aanvoerder en niet jij, hè? Dus dan doet hij het. Ja, mooi om te zien. Hij deed het goed vandaag. Dus als hij zo blijft voetballen, dan mag hij hem af en toe een keer lenen, ja. Mooi zo. Robin, dank je wel. Zeker, dank je wel. Frank, gefeliciteerd. Een uitgesproken overwinning. 4-0. Ben je tevreden over het spel? Ja. En ik zeg hem ja. Waarom? We hebben weer in de nul gespeeld. Dat is belangrijk voor ons werk op dit moment. En 4 doelpunten te maken is niet zo makkelijk tegen een ploeg van de tweede divisie. Maar al met al, verdedigend stond het wel weer als een huis. Ben je ook, je hebt weliswaar 4 doelpunten gemaakt. Langzaam, alsjeblieft. Verdedigend? Was het goed? Ja. Toch? Top? Geen tegendoelpunt, weinig weggegeven. Klopt. Alleen, je maakt 4 doelpunten, maar voor mijn gevoel de eindfase, de laatste paas, ontbrak het toch weer een beetje aan, of niet? Ja, dit is misschien een uitdaging voor de spelers op dit moment. We hebben niet de precision, hoe zeg je dat in het Nederlands? Druk. Ja, druk, de druk. Maar we hebben toch druk. De druk, de paas op de teammate te brengen. Snap je wat ik bedoel? Mach es om Deutsch. Ja. In Deutsch? Ja. We hebben momentan Schwierigkeiten, den Ball an den Mann zu bringen. We hebben op dit moment Moeite. Problemen. Om de Ball naar de Mann te brengen. Ja. Warum? Ja. Misschien moeten we aan de nieuwe plaats, aan de nieuwe veld wennen. Dat is zo. Een nieuwe kunstgras. En ik denk, we hebben nog een paar wedstrijden nodig om de precisie te brengen. Je hebt vandaag voor gekozen om pas naar pak een beetje 75 minuten te gaan wisselen. Is dat een bewuste keuze geweest? Ja. We zijn op dit moment in een fase waar de spelers 75 minuten spelen moeten. Volgende wedstrijd hebben we 90 minuten. Zo dan zijn we in onze plan. Hebben we vandaag dan ook de beoogde basiself gezien, of niet? Ja en nee. We hebben nog genoeg wedstrijd om te testen te kunnen. Maar ik denk de kader hebben we gezien. Dus terug gaan naar het begin van de wedstrijd, opvallend moment, naar de derde minuut. Rode kaart voor Telstar. Hmm. Hoe heb jij dat meegemaakt? Want ik denk dat het vrij raar was. Hij kreeg terecht de rode kaart. Absoluut. Maar hebben jullie toen meteen als trainers aan de zijlijn gezegd 11 tegen 11? Ja, de eerste blik was tussen de trainers.
het maakt geen zin nu 11-10 te spelen. Het is een oefenwedstrijd. En we hebben met een scheidsrechter gesproken en hij zegt, hij moet dat doen, de redcard, maar hij accepteert dat we 11-11 spelen willen. Ja. Zo, dat was tolerant. En voor de toeschouwers was het beter. Tot slot, Telstar speelde in een 5-3-2, 3-5-2. Heb je daar nog veel van kunnen leren? Of in ieder geval de spelers daar nog veel van kunnen leren? Dat is een ander systeem dan waar we normaal tegen voetballen, denk ik. Op dit moment keek ik alleen op mijn ploeg. En ik vind het goed dat de tegenstander verschillende systemen speelt. Ja, Groningen, PEC en zo weiter. Dan kunnen we genoeg leren van deze wedstrijden voor de echte fase of wedstrijden in de Eredivisie. Maar we hebben 3 systemen gespeeld in de laatste wedstrijden, zodat we kunnen genoeg leren daarvan. En daarom ben ik froh. Hoe zeg je dat? Ben ik blij. Ja, dan ben ik blij dat de tegenstander altijd in verschillende systemen speelt. Tot slot. Ja, tot slot. Janis Blasic was er opnieuw niet bij. Sinan Bakis ook niet. Wanneer kunnen hun terug verwachten? Janis Blasic, ik denk de volgende week. Komt hij terug op de veld. En Sinan Bakis was op de veld van vandaag. Zo hebben we een goede gevoel voor de volgende wedstrijd. Dat Sinan, ik denk, half 45 minuten spelen kan. En Seintje? Ja, Seintje is, hoe zeg je, broken hand? Gebroken hand. Ja, broken hand. Broken hand is op dit moment voor de training goed genoeg. Maar voor de wedstrijd moeten we voorzichtig zijn. Daarom weet ik nog niet, maar ik denk in 2 weken hebben we hem ook op de veld. Is al een beslissing genomen over Rohat? Of hij blijft? Fantastisch, hè? De jongen. Ik vind hem echt super. Jonge speler met een hoge potentie. Besonders vooral in techniek. Zo, ja, afwachten. Afwachten en kijken. Ja, ja.